video begint, zie je al een heel plaatje. Dat ik die taal met mijn missie denk je, Milan, waarom was er zondag geen video? Helaas heb ik nu school, dus kan ik maar één keer per week uploaden. Dat is wel jammer, maar één keer per week, toch nog één keer per week, dat kun je ook denken. Helaas, ik vind het ook heel erg jammer, maar school gaat toch voor. Ik hoop dat jullie dat begrijpen, maar zoals je ziet, op deze foto ben ik divisie level Titaan 3. Ondertussen ben ik al divisie Titaan level 2. Maar ik laat nu even gameplay zien over mijn attacks. Ik heb mijn attacks nog een beetje zitten wisselen, maar ik moet al tegen TH13, dat vind ik echt heel na. Want ik gebruik namelijk Falks en ik moet elke keer tegen die, ik weet niet hoe die dingen heten, die hapsnaps inderdaad. En die killen die Falklier zo makkelijk en dat is dus zo irritant. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen met mijn attack, hoe ik het moet doen. Ik gebruik wel Queen Walk en enzovoort, dus ik weet wel hoe ik moet aanvallen. Alleen zit ik daar een beetje mee in het probleem. Maar ik laat nu een paar potjes zien toen ik die daar. Dus je ziet, is dit de attack. Ik begin hier met mijn Boosters Queen. Queen healers, twee Falkeliers, nog twee Falkeliers aan de buitenkant. Zodat ze mijn Queen met healers, Queen Walk, of mijn Queen, zodat hij niet op gaat lopen. Want de Queen is gewoon het belangrijkste in de aanval, met een Queen Walk natuurlijk. Mijn muurslopen heb ik perfect geplaatst, alleen ging mijn Queen hier in eerste instantie verkeerd. Ik dacht rustig blijf, ik zet mijn Barbarenkoning daar gewoon neer, in de hoop dat mijn Queen nog goed gaat lopen. Ik moest mijn Barbarenkoning daar, nee ik moest hem toch niet. Van mijn muurslopen kwam er wel heel ver door, maar ik hoopte nog altijd dat mijn Queen echt er doorheen ging lopen. Maar in plaats van dat mijn Queen dat deed, pakte die het TH gewoon zo. En ik dacht, yes, als ik deze 2-ster dan heb ik het sowieso. Ik boost mijn Queen nu. En het eerste wat ik nu denk nadat ik het status heb gepakt is het hoekjes pakken. Want altijd met een Falks, als ik een Queen met de status heb, ga ik met Falks allemaal eromheen. Dat doe ik zo. Eerst wil ik nog even mijn Queen. Gewoon even wat procenten pakken met mijn Queen. Ik dacht, ja, dit gaat sowieso lukken. Hoe wil ik dit nog gaan verkloten? Want dus zet ik hier zo mijn nobele wachten ding neer, zodat die Boosterskoning nog niet doodgaat. Zet nog even een healing spel neer, waardoor die Xbox nog neergaat. Die healers zijn nu nog geboost en die worden elke keer door de windmachine gepakt. Maar zoals je ziet, plaats ik nu al mijn focus aan de buitenkant. Alles plaats ik aan de buitenkant. En dan denk ik 50%, alles voor 50%. Ik heb ook nog twee babydraken, dus het gaat sowieso lukken. Dat verklap ik jou vast en je merkt het ook al. Ik heb het echt nog net niet. Maar ik denk ik zet een babydraak hier neer en dan is het wel goed. Anders zou die Falkelier het misschien ook nog halen. Ja, die haalt het zelf nog volgens mij. Als ik 1% erbij krijg nu. Ja, dan heeft hij het ook gehaald. En dat betekent dat ik Titan Divisie 3 zit. Ondertussen ik had die Titan Divisie 2. Ik ben net een filmpje aan het opnemen. Ik had geen schild meer. Dus ik weet gewoon dat ik ben gedrieschept waarschijnlijk. Ik heb een nieuwe base. Alleen ik heb geen Adelaar satellie. Dus ik word zo hard gedriesterd. Dat is insane. Maar ik dacht 22 plus, ik ga nog even proberen nog wat schade te pakken. Ik laat zo nog één replay zien en dan, ja, ik heb het gevecht hier nu al gestopt en laat ik nog één replay zien van mij, hoe het gaat in Titaan. En aangekomen, ik laat hier nog één replay zien. Als ik zei, hier had ik 77% op een TH12. Dat is natuurlijk heel lekker meegenomen. Ik zet daar al gelijk een Valkyrie in, dus dat de Queen niet gaat omlopen. Maar ik vond dit best wel een knappe beest van mezelf. Want zo'n ringbeest is echt zo irritant. Heel vaak loop je Queen dan verkeerd en dan ben je gewoon de lol. Ja, dan zeggen mensen wel eens tegen mij, dan doe dan Hawks en Miners. Dat heb ik ook geprobeerd, maar dat past gewoon niet bij mij. Ik weet niet. Hawks en Miners, dat is, vind ik gewoon een 3-ster strategie. En dan moet je als boze de koningin de adelaar neer zien te krijgen. De adelaar zat die. En ik ben niet meer aan het upgraden, dus ik ben sowieso aanval. Maar goed, zo gaan we nog wel even op mijn account kijken na deze aanval. Dan gaan we kijken als we zijn in 3-ster. En misschien dat we dan nog even een attackje gaan doen. Dus ga ik heerlijk met mijn Boosters Koning hier. En daar vond ik dus al zo fucked up aan van die ringbeesten. Ik bleef toch weer. In ieder geval die adelaar ging kapot. Dus daar was ik gewoon gerust over. En ik dacht, wat, daar ga ik. Nu Kobo Queen loop naar binnen, dacht ik. Loop naar binnen. En de Queen liep niet naar binnen. Hij gaat alle hoekjes bij langs. En misschien denk je, Milan, hoe haal ik dan de 2-ster? Ik denk, nu moet de Queen goed lopen, omdat ik straks met mijn Falks naar binnen storm. En dat is dus na aan TH13, waar ik al zei, die hapsnaps, die killen die Falklies zo makkelijk. Gewoon, alle Falklies hitten ze in één keer op de helft van de HP. 2 shots, ze hebben 2 dingen, 2 shots, en zijn dan dood. Hier had ik nog 1 kans om goed te lopen, maar de Queen die deed het niet. Ik pakte wel die X-Bow, wat ik heerlijk vond, dus ik zette een Freeze Perk op die Inferno Towers. Ik had geen abilletje meer van die Queen, die had ik al gebruikt. Dus ik zet nog een bevriesbuk neer. Ik wil gewoon nog 1% halen, want bij zo'n ringbus is dat heel belangrijk. En ja, die Queenie meem, die Tesla ook nog mee en vervolgens ook nog die bouwkeet. Heerlijk. Maar nu moest ik met mijn Falks naar binnen stormen. Wat deed ik eerst? Ik zet hier eerst 2 Falks neer. Om daar te zorgen dat alles goed ging.
En dan ging het, anders trappen de healers wel allemaal vallen. Maar die healers die hebben gewoon niet zoveel zin meer, want de queen is dood. Maar we blijven dus nog leven natuurlijk. En je ziet gewoon dat hier als valkyriers, dat ze hier gewoon behoorlijk wat goeds doen. Want ik wil die valkyrie, kijk, die valkyrie ging naar die balken. Dus spawn ik ze allemaal neer. Nobele wachten, barbaren koning achter. Babyraak liet ik nog als ik de twee sterren niet kan halen. Maar ik ging er al vol van uit. Ik was toen nog titaan 3, nu ben ik al titaan 2. Ik doe het wel allemaal met boostdrank, dus anders ben ik echt dik in no-life. Maar kijk, zoals je ziet, haal ik de 3 sterren makkelijk en ga ik nog proberen echt even veel procenten halen. Ik dacht misschien nog aan de 3 sterren, maar ik dacht dat wordt het toch niet. Laat maar zitten. En dan was dit een replay van hier. Ik spoel nu toch even verder, want hier ga ik alleen nog maar een beetje procentjes pakken. 3 sterren wordt hem niet. Ondanks, ik had hier tijdsnood. Dus anders misschien mijn tijdsnood was het nog gelukt, maar ik had 20 plus, maar nu zie je mij weer. Aangekomen op mijn iPad in de hoop dat ik in Clash of Clans niet ben aangevallen. Alsjeblieft, doe het niet. Alsjeblieft, doe het niet. Maar ik ben sowieso... Nee. Zie je? Ik ben gewoon weer gedrecrowned. Ik had weer een nieuwe beest als poort, maar weer werkte het niet. Ik word elke keer gedrecrowned. Dat was hier niet, maar toen zag ik zo klaar. Kijk, 34 min, 24 min en waarschijnlijk zijn het allemaal TR13's. Oh, dit was een TR12. Zou ik vraag kunnen nemen? Je kunt niet aanvallen, het dorp heeft het shield. Maar wij gaan nog één keer aanvallen. Oeh, dat is een beetje klembericht. Ik zag dat we het aanvallen door Lucas. Daar kunnen we trouwens ook nog wel even bij meekijken. Kijk hoe Lucas het even doet. Oh, die haalt dan 2 sterren in ieder geval. Ga ik vanuit tenminste, dan heeft hij in ieder geval 17 sterren. Wel na tot we zijn aangevallen. Ik had in de hoop dat ik niet met aanvallen. Maar natuurlijk ben je als TA12 gelijk de Sjaak. En wil dat jullie zien met welke tegenstander heb gevonden. Want ik krijg echt alleen maar TA13. Je kijkt een 24 plus TA12. Oh, hier heb je soms echt geluk, want ik zat net echt al 5 minuten te zoeken, zwart. Er zitten gewoon 2 valkyries aan de buitenkant. De queen moet in één keer goed gaan lopen. Ik gebruik de stormklepper, muurbrekers. Ah, oh, komt hij er net niet door? Oh, mijn queen heeft al billetje al gebruikt. Nee. Oh, mijn queen die leeft al net, anders was ik fucked up geweest. Maar deze hele avond gaat... Goh, kijk dan, mijn queen is nu al dood. Thanks voor die eendraak trouwens, Johannes. Nou, ik zit er nog vriezen. Oh, die windmachine. Oh. Ik ga hier zo hard vallen. Ik moet al die woede en die healings op deze eendraak zetten. Want die is het enige wat... Hij kan mij als enige nog helpen met procent halen. Want deze hele aanval gaat mis. Ondanks heeft hij geen hapsnap, maar ik ga hier zo hard vallen. Dat is niet normaal. Ondanks heb ik al wel 20%. Maar ik ga hier dus nog zo hard vallen, dat is niet normaal. Die E-draak zet ik nog wel een boete op, want die moet alles doen. Nou is dat trouwens dat die X-Bone hier lucht heeft staan. Kijk, ja, kijk hier. Ik wil gewoon nog één keer doen met die E-draak. Oh, die was heerlijk. Oh, dat is echt een voorbeeld van een E-draak dit. En ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik pak gewoon de buitenkant, want anders gaat het mij nooit lukken. Ik val deze hele aanval. Maar goed, die E-draak van Johannes, die heeft me echt heel hard gesaved. Dat ik echt nog heel veel procent had kunnen pakken. Ik heb nog 2 babyraakjes voor eventueel nog nodig is. Dus 50% gaat wel lukken. Nu is het ook nog even loot kan pakken. 49 ook kan ik zeggen. We hebben in ieder geval 1 ster. Ik bal echt heel erg van deze avond. Misschien hoor je het al een beetje aan mijn stem. Ik klink een beetje onenthousiast namelijk. Omdat ik bal gewoon een 2 ster uit deze aanval. Ik vond het gewoon zwak van mezelf. Mijn hele queen walk ging gewoon verkeerd. Maar ja, dit was gewoon een hele slechte aanval. Ik krijg wel een bonus. Ik zit soms ook te twijfelen om toch te zakken. Natuurlijk heb ik wel een klein die goede donaties doneert. Maar soms zijn er ook gewoon niet mensen actief. En dat, als ik gewoon aan het pushen ben, is dat heel irritant. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken voor de video. Ik wil ook zeggen, tot later.